Like deze video sneller dan dat ik de allereerste case open en de tijd gaat nu in. Oh jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Let's get... Oh gosh, wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn? Yes! Ik heb een super gave helm gekregen te waarde van $463. Het is heel erg simpel wat het doel is van dit spel. Je moet proberen zoveel mogelijk cases te openen. Dat doe je door er simpelweg op te klikken. Vervolgens ga je spinnen en moet je proberen een tof item eruit te krijgen. En dat item kun je of verkopen of je kunt het zelf houden en dragen. Yes! Deze is bijna $7000 waard. Dat is insane. Er zijn natuurlijk ook heel erg veel limited edition items. En je kunt natuurlijk met het geld ook weer speciale cases openen. Maar ook pads kopen. Ik kan niet wachten. Laten wij eerst even verkopen wat we zojuist uit de eerste twee crates hebben gekregen. Let's go. $7238 in de pocket, jongens. Oh yeah. We gaan de volgende openen. Er is natuurlijk ook een kans dat je een rare case of een legendary case vindt. En daarin zijn de items natuurlijk ook een stuk zeldzamer. Een hartjeshoed, jongens. Check this out. Hij is net iets meer waard dan $1000. Er is hier net eentje bijgevallen. Wat zit erin? Like als het iets zeldzaams moet zijn, jongens. Het is... Oh gosh. Het moment van de waarheid. Ik vind het wel heel erg leuk hoe je dan ook wanneer je hem hebt geopend toch nog even moet wachten om te zien wat je krijgt. Een super epische zonnebril. Nice. Als het goed is kunnen wij ook zien welke spullen wij met ons meedragen en kunnen wij ze dus ook aantrekken. Dus ik kan bijvoorbeeld nu de dingen aantrekken die ik al bij me draag. En dat betekent dat ik er zo uitziet. Dit is toch super episch. Er is dus een shop waar je de meest zeldzame items van dit moment kunt kopen. Je kunt een witte assassinhoed kopen die meer dan 1 miljoen waard is voor 250 Robux. Of je kunt het gezicht van Lenny kopen. Oh gosh, jongens. 100 Robux. Gaan wij dit super legendarische gezicht kopen? Let's get it! Oh gosh, jongens. Hebben we hem? Hebben we hem niet? Oh jawel, we hebben hem hier. Oké, ik ga hem aantrekken, jongens. Ik ga kijken hoe ik er nu uitzie. 3, 2, 1. Hé, hey, dit is wel geniaal. Echt insane gewoon. Wat is dit hier? Je kunt hier iets kopen waardoor er 15 cases naar beneden vallen in deze area die van niet zeldzaam naar legendary kunnen zijn. Dus eigenlijk doen we dan een gunst aan heel de server die hier nu actief is. Want iedereen kan die cases op dat moment openen. 150 Robux. Like als ik dat in de volgende video sowieso moet doen. Want ik kan niet wachten op de reactie van de server wanneer ik dat probeer. Jongens, wij kunnen naar de allereerste nieuwe area. Namelijk de vulkaan. Voor $250. Alleen kan ik dat natuurlijk momenteel nog niet doen. Want ja, ik heb natuurlijk wel iets wat meer dan $250 waard is. Maar dat draag ik en dat heb ik dus nog niet verkocht. Oké, jongens, we gaan het gewoon doen. 50 Robux. 3. Kunnen we het nu doen? Hoe krijg ik deze window weg? Hoe krijg ik deze window weg, jongens? I do not want this anymore. Oh, nice. Het is gefixt. Oké, dit mag weg. Nice. Dat betekent dat ik dus nu de nieuwe area kan betreden. Maar ik heb $250.000 waarmee ik natuurlijk ook pets zou kunnen krijgen. Oh gosh, jongens. Oké, laten we gewoon deze hier. Nee, weet je? Ik wil eigenlijk gewoon de allerduurste pet hebben. Hoe duur is die? 6 miljoen! Wat? Oké, dat is gewoon echt niet normaal. Maar we kunnen wel deze rare egg kopen. Oké, daar gaan we, jongens. Wat zit erin? Oh, moment van de waarheid. Het kan letterlijk van alles zijn. Het is... Wat is dit? Jongens, wij hebben een building block gekregen. Oké, dat is op zich best wel nice, I guess. Hij is wel een stuk minder waard dan dat wij ervoor betaald hebben. Maar we kunnen hem dus als het goed is wel met ons meenemen. Oh gosh, jongens. Dat is zo epic. Oké, laten we even in de shop gaan kijken. Want we kunnen dus wat meer bucks kopen. Ik ga nog 1 keer 50 uitgeven. Want ik wil gewoon heel erg graag naar die nieuwste area toe. Oh. Oh, deze is van mij. Alsjeblieft. Come on. Oh, jongens. Oh, jongens. Let's get it. Dit is een uncommon case. Dus deze is een stuk zeldzamer dan de normale die wij tot nu toe hebben geopend. Oh. Hebben we de draak?
Nee! Ik dacht legit voor een aantal seconden dat wij de draak hadden. Die natuurlijk een stuk zeldzamer geweest zou zijn dan het ridderhoedje of wat ik dan ook zojuist heb gekregen. Oké, jongens, daar gaan we. Wij gaan naar de vulkaan toe. Dat is de allereerste nieuwe area die je kunt unlocken vanaf het punt waar ik nu ben. Als we dus super veel likes op deze video halen, dan ga ik de volgende aflevering een case storm activeren. Waardoor dus heel de server kan meegenieten van allemaal verschillende soorten case die uit de lucht vallen. Oh jawel, ik dacht al even. Waarom kan ik het niet meenemen? Oké, jongens, geef mij iets goeds. Ik ben zo benieuwd. Oh, wat is dit? Dit lijken wel alle planeten die er in Roblox bestaan op één hoed. Wat een solar systeem. Dat is... Oh jongens. Ik zie daar een zeldzame case. Come on. Yes, ik ben er als eerste bij. Oké, wat gaat erin zitten, jongens? Wat hopen jullie dat erin zit? Je kunt geloof ik geen pets krijgen. Maar je kunt natuurlijk wel een super zeldzame Dominus of een Robux hoed of iets in die trant krijgen. Oh jongens. We hadden bijna het ei te pakken. In dit geval hebben we een robothoed. En ik vind het echt super gaaf dat je dus ook gewoon letterlijk alles kunt aantrekken wat je krijgt. Ik kan bijvoorbeeld deze hartjeshoed wegdoen en de robothoed aantrekken. Check dit. Oh jongens. Oh, laat maar. Die boom die in de fik stond daar verderop. Ik dacht heel even dat dat een of andere vuurcase was die super zeldzaam is. Je kunt trouwens dingen ook upgraden. Ah, je kunt je backpack upgraden, waardoor je meer hoeden met je mee kunt nemen. Want nu kan ik er namelijk maar 10 tegelijkertijd mee nemen. Het is natuurlijk beter als je er wat meer kunt dragen. Je kunt de accessoires upgraden die je kunt meenemen, waardoor je dus meerdere kledingstukken tegelijkertijd kunt dragen. En je kunt iets upgraden waardoor je meerdere pads kunt meenemen. Dus er is nog heel veel te doen, jongens en meisjes. Ik kan niet wachten. Oké, wat gaat erin zitten? Ik hoop iets groens. Dat is namelijk hetzelfde. Oh, jongens. Hoeveel is deze waard? 15.000! Yes! Dat is super, super chill. Oké, volgende case. Oeh, ik zie daar ook weer een uncommon. Zeg maar, de groene cases die zijn dus een stuk zeldzamer dan de grijze. En waarschijnlijk zijn er ook nog paarse en gele cases. En de gele, dat zijn natuurlijk de allerzeldzaamste van allemaal. Dat zijn namelijk de legendaries. En daaruit kun je dus een Dominus krijgen, een Tix-hoed, een Domino Crown. Echt letterlijk van alles. No way! Captain Universe. Wij hebben letterlijk het masker van een superheld gekregen. Check this. Yo, dit is episch. Ik lijk wel op een of andere semi-mislukte Roblox superheld. Oh, dit is zo gaaf. En hoe duur is de volgende area? De volgende area die kost 1 miljoen. Jongens. Er ligt hier gewoon letterlijk een Infinity Gauntlet. Wat? Dit is de handschoen van Thanos. En hij ligt hier letterlijk alsof het niets voorstelt. Oh gosh. Oké, laten wij... Ja, eigenlijk wil ik wel heel... Er staat daar een rare case, jongens. Achter deze muur staat een rare case. Oké, luister. Ik moet dit doen. Laat ik eerst even de boel verkopen. Laat ik dat eerst even proberen. En teleporteren. Oké, ik ga wel even 100 Robux betalen om te kunnen teleporteren. Want dat vind ik zelf namelijk wel... Ah, nice. We teleporteren onszelf even naar de stad. Want hier kunnen we namelijk alles verkopen. Zullen we anders gewoon letterlijk even alles verkopen wat we bij ons dragen? Waaronder ons dure gezicht waar we 100 Robux voor hebben betaald. Als we dat namelijk doen, dan krijgen we wel in één keer 400.000 coins. Dat is op zich best wel handig. Dan moeten we natuurlijk wel eerst even de spullen uitdoen die we willen verkopen. Dus deze doen we dan even uit. Het gezicht doen we even uit. En hebben we nog iets anders wat we dragen? De pet. Ik ga de pet ook verkopen. Oké, jongens, daar gaan we. Bam! Wij hebben nu bijna 500.000 coins. Dat betekent dus wel dat we er nog een klein beetje bij moeten kopen voor dat we naar de woestijn kunnen. Even kijken. Oké. Let's go. Bam. En let's go. Jongens en meisjes. Hebben we genoeg? Of niet? Nu hebben we genoeg, right? Ja, we hebben genoeg. Wij hebben officieel meer dan 1 miljoen munten. En dat betekent dus dat wij eindelijk naar de woestijn toe kunnen. Oh, ik kan niet wachten, jongens. Ik ben zo benieuwd wat we daar gaan vinden. Ik snap alleen niet waarom die Infinity Gauntlet van Thanos hier gewoon letterlijk bij een vulkaan ligt. Zonder dat iemand er interesse in lijkt te hebben. 3. Oh, ik ben trouwens ook gewoon echt kaal op dit moment. Dat heeft er dus mee te maken omdat je alle items kunt dragen. 3, 2, 1. Bam! Oh gosh, jongens. Oh my gosh, de allernieuwste area waar wij dus ook de allereerste rare case gaan openen. De allereerste zeldzame case gaan wij hier kunnen openen zometeen.
Ik ben heel erg benieuwd hoe vaak ik daarop moet klikken voordat hij open springt. Waarschijnlijk echt iets van 200 keer. Ik ben benieuwd, jongens. Daar gaan we. Let's go. Oh, huh? Waarom werkt het niet? Jongens? Waarom kan ik niet klikken? What is happening? Of is mijn level misschien nog niet hoog genoeg? I don't know. Maar deze kan ik wel openen. Maar de andere die kan ik schijnbaar nog niet openen. Misschien is dat omdat mijn level daarvoor nog niet hoog genoeg is. Dat zou best wel kunnen. Oké, geef me iets goeds. Alsjeblieft. Oh, yo! Oh, deze is gaaf. Deze is zo episch. Check this out. Ik heb gewoon letterlijk de hoed van een heks, jongens. Waarom kunnen we deze niet openen? Oh, we kunnen ook naar de maan. De volgende area die wij moeten unlocken is de maan, jongens. Voor 5 miljoen coins. Dat is niet normaal. We kunnen hier dus schijnbaar alleen maar de normale... Ah, daarvoor moeten we upgraden. Ik snap het al. Waarschijnlijk moeten we upgraden, jongens. Als ik bij upgrade kijk, heb ik waarschijnlijk de mogelijkheid om mijn kliksnelheid te upgraden. En wanneer ik dat heb gedaan, zal ik daarmee waarschijnlijk ook uit... Deze is zo gaaf. Zal ik daarmee waarschijnlijk ook uiteindelijk de zeldzamere cases kunnen openen. Even kijken. Equipable pads, backpack size. Nee. Ik weet eerlijk gezegd, click power increase how fast you can open cases. Increase your click power. Ah, ik snap het al. Wij moeten een duurdere outfit aan hebben. Als wij een dure outfit aan hebben, kunnen we beter... Oké, jongens, dan moet ik dit toch wel even gaan doen. Ik ga naar de shop en ik ga de bunny outfit kopen. Tja, oh, deze is gewoon meer dan een miljoen waard, hè, jongens. Check this out. Check this out. Oh, god. Oké, nu kan ik deze wel openen, right? Nog steeds niet. Wat? Ik snap het niet. Ik hoor ze wel te kunnen openen. Maar nu kan ik de... Oh gosh. Ik kan nu letterlijk zeg maar die grijze cases zo snel openmaken door mijn konijnenpak. Dat ik er maar één keer op hoef te drukken. Dit is geniaal. Nou, ik ga er achter de schermen achter zien te komen waarom ik de zeldzame cases niet kan openen. Voor deze video in ieder geval bedankt voor het kijken. Like als ik de volgende aflevering moet proberen bij de maan te komen. Want ik ben zo benieuwd wat voor cases wij daar kunnen gaan vinden. En wat zit hierin? Moment van de waarheid. Ik hoop iets groens, jongens. Het zou fantastisch zijn om daar de video... Een schedel. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.